Hoe schopte je het in het oude Rome van slaaf tot gladiator? Dit is de Universiteit van Nederland. Gladiator. Jullie kennen allemaal de film. Russell Crowe in de rol van Maximus, de Grote Gladiator. De vraag is natuurlijk: was dat nou een fenomeen dat in Rome populair werd en is het in de film helemaal correct weergegeven? Het is een prachtige film. Maar vaak kun je bij prachtige films ook nog een vraag stellen. En als u naar het plaatje achter mij kijkt, ziet u daar dat Russell Crowe rechts vecht tegen een ander. Kenners zeggen dat de wapenrust niet helemaal klopt. Maar erger is dat er een tijger uit de hokken komt. En wat was nou in de oudheid het geval? Er werd door gladiatoren gevochten. Of tegen een wild dier. Of tegen een andere gladiator. Maar nooit eigenlijk tegen uh, tegelijk. Wie werden er nou gladiator? Gladiator waren in feite de laagsten van de laagsten. Tijdens die veroveringsoorlogen... hebben de Romeinen heel veel... Slaven gemaakt. Dat hoorde bij een grote veroveringstocht. En de meeste slaven eindigden op de landerijen om die te bewerken. De intellectuelen onder de slaven mochten in Rome huismeester worden, onderwijzer, arts of wat ook maar. Maar de sterke mannen werden geselecteerd, die werden uitgekozen en die gingen naar een gladiatorenschool. In Rome, naast het Colosseum, was een grote Gladiatorenschool. En daar kregen ze een opleiding van ongeveer drie jaar met militair leest voordat ze echt in de arena kwamen. En die Romeinen, die Romeinen bouwden dus een enorm accommodatie voor die Gladiatorenspelen. Het Colosseum. Dat kwam eigenlijk pas laat. Er waren al veel eerder accommodaties in Zuid-Italië, in Capua, in Puteoli, in Pompei. Rome kreeg pas laat een grote accommodatie. Maar toen die accommodatie er ook kwam, gebouwd door keizer Vespasianus... toen was het ook meteen de grootste accommodatie van het hele Romeinse Rijk. En in dat Colosseum konden 50.000 mensen. 50.000 mensen. En wat nou het aardige was... Of je kan ook zeggen het onaardige. Je zat daar gerangschikt naar sociale positie. Laten we het even bekijken. U ziet hier dat plaatje. U ziet daar in het midden die open ruimte. Dat zijn de hokken waar de wilde dieren in zaten. Waar ik straks over kom te spreken. Daar lag een eikenhouten vloer over. En dan zaten op de eerste rij zaten de keizers met de senatoren. Dan zaten daarachter zaten de ridders, daarboven de gegoede burgers, dan de mindere burgers, de vrijgelatenen, bondgenoten en bovenaan de vrouwen. Alle vrouwen, ook de vrouwen van senatoren, zaten in het schellentje. En waarom? De Romeinen doen daar geen uitspraken over. Maar wij hebben in de loop der tijden de nodige vondsten tot ons zien komen van allerlei spelden die vrouwen gedoopt hadden in het bloed van gladiator. Er zijn teksten gevonden waarin vrouwen zeggen, o oh Hermes, pak mij met jouw drietand. Of Neptunus, ze hadden allemaal kooksnaampjes, neem mij in jouw net. Dat betekent dat er ging van die gladiatoren een erotiserende werking uit. En men was bang dat vrouwen zouden bezwijken voor de charmes van gladiatoren. Je zal maar getrouwd zijn met een duffe senator en zo'n aantrekkelijke gladiator in de arena zien. En er is ook het beroemde geval van een vrouw van een keizer, Marcus Aurelius. En die vrouw die zegt, ik ben verliefd op een gladiator. De keizer gaat dan zieners raadplegen. En die zieners die zeggen hem, je vrouw moet zich baden in het bloed van de gladiator. Dan zal ze van haar passie genezen. Zo gezegd, zo gedaan. Zij doet dat. Zij is van haar passie genezen. Maar drie jaar later werpt zij een zoon. De enige zoon, Commodus genaamd. die ooit als gladiator is opgetreden. Dat betekent dus dat gladiatoren. daar ging een werking van uit. Gladiatorenshow's stonden niet op zichzelf. In dat Colosseum werd een dagvullend programma verzorgd, dat begon om negen uur. Zochtens kwamen de mensen eraan, hadden een ticket. De rijke mensen kochten dat zelf. De armere mensen kregen een ticket van hun patroon. Dan kwamen ze door een van de gangen naar binnen, zaten onderin, middenin of bovenin en dan gingen ze kijken. En dan begon het om negen uur begon het dan met een jacht op dieren. Dan werd klein vee werd gejaagd. He, dan praat ik over ganzen, zwanen, struisvogels wellicht nog, uh, konijnen. Enzovoort, enzovoort. Dat was een opwarmertje. Dan werd de arena schoongeveegd en dan werd er gevochten door de koningen van de wildernis. Een beer tegen een stier, een leeuw tegen een keizer, tegen een tijger en, enzovoort, enzovoort. En dan ging dat maar door. Weer werd de arena schoongeveegd en dan kwamen speciaal opgeleide gladiatoren... die kwamen dan de arena in om te vechten tegen een leeuw of een tijger... Dan zou je verwachten dat om twaalf uur, als de middagpauze begon. dat iedereen wel zo'n beetje genoeg had van het geweld. en even een broodje wilde eten. Maar sommigen bleven zitten, want dan kwamen daar de openbare executies. En omdat die nogal saai waren. werden ze vaak in een mythologische context geplaatst. Zo werd bijvoorbeeld Orpheus. die kennen jullie wellicht: Orpheus, die zijn vrouw Eurydice verloren had. Die wilde terughalen uit de onderwereld, maar dat lukte niet. En hij speelde nooit meer op zijn prachtige citer zong nooit meer de liederen. En dat werd dan nagespeeld dat Orpheus niet meer speelde. En hij werd dan in de arena door dieren uiteen gereten. Dan kwam uiteindelijk kwam de, het echte geval. En dat waren de dieren. De, dan, dat waren de gladiatorengevechten. Hier zie je nog even die dieren die losgemaakt worden van de ketting. Die dieren moeten tegen elkaar gaan vechten tijdens de executies of voor de executies, als dierengevechten. En om even een indruk te geven. Er kwamen op een dag duizenden dieren om. Bij de opening van het Colosseum, dat elf tot twaalf dagen zou hebben geduurd, kwamen er meer dan tienduizend dieren om. En dan praat ik over de koningen van de wildernis. Leven, tijgers, olifanten, krokodillen, neushoorns, met andere woorden, de Romeinen gaven daar heel veel geld aan uit om dat schouwspel te kunnen regelen. En dan na de pauze had iedereen zijn plaats weer ingenomen en dan begon men met de gladiatoren shows. Hier zie je op een relief uit op een mozaïek... Uit het museum van Tripoli in Libië zie je prachtig weergegeven hoe het in zijn werk gaat. Linksboven zie je dan een orkestje, een waterorgel, fluiten, trompetten. En dat speelt dan altijd stemmige muziek als de stoet van organisatoren, van uh, gladiatoren, de arena rondgaat, terwijl in het midden de wapens worden aangescherpt. En er waren er grofweg drie categorieën. Drie categorieën, het waren weer allemaal onderverdeeld, maar drie hoofdcategorieën. Op de eerste plaats had je mensen met een lang zwaard en een klein schild. Je had mensen met een kort zwaard en een groot schild. En je had mensen met een drietand en met een net. En altijd vochten mensen van verschillende categorieën, die vochten tegen elkaar. Hoe ging dat nou onze zijn werk? Er werd in de arena werd een ruimte afgeperkt van ongeveer 8 bij 8 meter. Die werd omgeven met gloeiende platen, zodat ze niet konden vluchten. Daarin was een scheidsrechter vaak ook weer iemand van de, die zelf een slaaf was. Misschien ook wel een ter dood veroordeelde. En dan begon uiteindelijk het gevecht. En dan kon een gevecht op drie manieren eindigen. A, de winnende gladiator verwondde de ander dodelijk, die werd dan afgevoerd. Dat is één. De tweede mogelijkheid was dat twee gladiatoren ongelooflijk dapper streden. En ze gingen maar door. Er werden pauzes ingelast, maar ze bleven maar doorgaan. Uiteindelijk konden ze niet meer. En dan wende de keizer, de baas, zich tot het volk en het volk mocht dan beslissen. En meestal beslist het volk dan dat die mensen stand missie. Staand werden weggezonden. Maar de derde mogelijkheid, dat was de meest trieste. De derde mogelijkheid was. er werd gestreden tussen twee gladiatoren. Vaak mensen die op dezelfde gladiatorenschool zaten, die met elkaar s'avonds eten, die lief en leed met elkaar deelden. En dan had één gladiator een ander verwond. En dan wendde de scheidsrechter zich tot de keizer en de keizer wendde zich dan tot het volk. En dan moest het volk beslissen wat er ging gebeuren. Riep het volk nou, Mitte, Mitte, laat hem gaan, laat hem gaan. Dan wist de gladiator dat hij terug kon gaan naar de gladiatorenschool. Dat hij van zijn verwondingen kon herstellen en weer een volgende keer in actie kon komen. Riep het volk daarentegen, Jugula, Jugula, keel hem, keel hem. Dan wist de verliezende gladiator wat hem te doen staat. Dan ging hij op de knieën, dan ging hij op de knieën. En dan legde de zegevierende gladiator legde het zwaard, het, het schild, op zijn hoofd. En stak hem dan het zwaard tussen de schouderbladen. Zonder dat hij de blik van de stervende hoefde te zien. En het volk riep dan: Habet, hok, habet. Hij heeft het, hij heeft het. En zo ging dat vele keren op een dag. Maar de keizer die het volk eventjes macht had gegeven, die keizer wilde wel laten zien dat hij de baas was. Want wat deed hij? Aan het eind van de voorstelling liet hij een machine in de arena rijden. Een grote machine waar allerlei pezen aan zaten, met een soort elastieken. En die werden afgeschoten en daar zaten kleine bolletjes aan. En op die bolletjes stond dan een prijs. Kruikwijn, fles wijn, of een kruikwijn, uh, graan, noem maar op. Maar ook een berenklauw, een leeuwenpoot, een karbonade, een stierenbiefstuk. Want dan liet de keizer weer zien als er gevochten werd om die loodjes. Ik ben de baas. En het volk dat even in de arena mocht beslissen, dat volk was nu weer tot de orde geroepen. En de volgende dag. Gingen dan de prijswinnaars naar de catacomben van het Colosseum, daar waar die wilde dieren afgevoerd werden, die gedood werden. En die wilde dieren werden dan in stukken gesneden. En zo kreeg iedereen zijn of haar prijs. Dit fenomeen heeft heel lang bestaan. Totdat uiteindelijk, om twee redenen, die Gladiatorenspelen verdwenen. De eerste was. Dat er christelijke keizers kwamen. Die wilden dat niet. Die wilden niet dat in de arena. waar hun geloofsgenoten in hun ver verleden waren gedood. dat daar een spel met de dood werd gespeeld. Maar misschien nog een belangrijke reden. voor de afschaffing ook was. het werd te duur. Het rijk kwam in een neerwaartse spiraal. En men kon dus niet meer al die kosten uh, opbrengen. om die dieren. Vanuit Afrika vanuit Azië naar Rome te gaan brengen. Want als er op een dag 600 leven werden gedood en de prijs van een leeuw van transport tot de dood was 60.000 sester. 600 keer het loon van een arbeider. ja Dan kun je je afvragen hoe lang dat vol te houden is. Gladiatorenshows waren een vermaak. Maar ze waren ingeweven in het leven van de Romeinen. Want die gladiatoren speelden, als het ware na, de oorlogen die Rome groot hadden gemaakt. Dat is een beetje de conclusie die je uit die spelen kan trekken. Rome had zelf oorlogen gevoerd. De soldaten hadden de ene na de andere slag moeten voeren. En hier in de arena voerden de slaven, gladiatoren, die voerden dan hun, hun spel. Die voerden dan hun spel uit zodat de bevolking kon zien. als zelfs de laagsten van de laagsten. de moed en de dapperheid etaleren die Rome groot hebben gemaakt. dan moeten wij daar een voorbeeld aan nemen. Dat is een beetje de les van de gladiatorenschool gladiatorenshow's. In het volgende college ga ik in op het grootste volksvermaak van Rome. Dat waren niet de gladiatorenshow's, dat waren de wagenrennen. En die wagenrennen hebben ook een moderne component, namelijk de hooligans. Hooligans zijn, en dat hoop ik straks uit te leggen, van alle tijden.